Naar aanleiding van de actualiteit moet ik een speciale uh, uitzending inlassen in de rubriek uh, Fighting for Reality. Die rubriek gaat over onze persoonlijke strijd in dit leven, in deze realiteit, waarvoor we verantwoording uh, moeten afleggen tegenover God alleen. En daar is eigenlijk geen plaats voor actualiteit of politiek of uh, het nieuws van de dag. Toch moet ik dat doen. Ik zag een, een, een krantenkop waarin stond in een grote krant die gelezen wordt door een heleboel Nederlanders. Uh, een krant die ik niet zelf 100% serieus hoef te nemen. Maar daar stond een grote krantenkop. Ze zijn dus voor niets gestorven. En dat sloeg uiteraard op de militairen die gesneuveld zijn, met name de Nederlandse militairen die gesneuveld zijn in Afghanistan. En ik kan me heel goed voorstellen dat er. Een heleboel mensen zijn die dat bittere gevoel hebben. Dus het is niet zo gek dat die krant dat uh, zo uh, schrijft. Als grote kop op de voorpagina. Uh, het vertegenwoordigt uh, een, een mening misschien van een heleboel mensen die nu heel erg bitter zijn. Alleen het is even goed om daarbij te stil te staan. Uh, die, uh, die uitspraak, ze zijn voor niets gestorven, is doodgewoon koek en dat mag best wel hardop gezegd worden. Ze zijn namelijk niet voor niets gestorven. Het leger, wie daarbij gaat, die um, kiest ervoor om zijn leven te riskeren, zodat anderen van zijn gemeenschap dat niet hoeven te doen. Het leger is een dienst, een dienst die wordt verricht. Voor een volk, voor de gemeenschap waar je bij hoort. En eh, je stelt je dus bloot, of althans de kans is dat je wordt blootgesteld aan geweld, zodat je eigen geliefde, je eigen volk dat je vertegenwoordigt, daaraan niet worden blootgesteld. Het leger betekent dat je het risico loopt, loopt gedood te worden. Het getuigt dus van een zeker begrip voor hoe deze wereld in elkaar zit. De wereld is gevaarlijk. Er is al vanaf het begin van de wereld uh, is er oorlog geweest. En juist de mensen die pretenderen dat ze een eind aan alle oorlogen zullen maken, dat zijn nou precies de mensen die de hele tijd maar oorlogen beginnen. Uit idealisme, uit arrogantie, uit winbejag, wat, wat hun motivatie dan ook is. Maar de gewone militair die werkelijk in het leger treedt, die in het leger gaat, die doet dat namens de gemeenschap die hij lief heeft. Om die gemeenschap te beschermen. En het be omdat het een zaak van leven of dood is, legt een militair ook een eed af. Een eet om trouw te zijn tot in de dood. En omdat het een zaak van leven en dood is, wordt die gelofte of die belofte, die eet, die wordt niet afgelegd tegenover mensen, tegenover een koning, tegenover een president, tegenover een dictator of tegenover een verzameling knuffelmutsen die in een parlement zijn gekozen. De eet die een militair aflegt, bewust of onbewust, die wordt eigenlijk voor God afgelegd, tegenover God afgelegd. Zelfs een militair die uh, niet zozeer, niet erg over God nadenkt, uh, hij mag ervan uitgaan dat als God bestaat, dan is hij daarbij zeer nauw betrokken. Want God is de meester van het leven. En dus als een mens vanuit een goede motivatie, namelijk om zijn volk te beschermen, om zijn volk te verdedigen, als die militair daarom. Een eed aflegt dat hij zijn leven zal riskeren, ja, dan, dan is God die de schepper is, die de Almachtige is, die moet daar wel bij betrokken zijn. En dus die eed wordt altijd tegenover God afgelegd. En um, wat ook de politieke agenda is, of de motivatie is van de politici, uh, nogmaals, dat kan winstbejag zijn, dat kan blind idealisme of zelfs. Heel erg onnozel idealisme zijn. Wat ook de motivatie is van de politici die militairen naar het front sturen. De militair zelf staat alleen voor God. En natuurlijk ook voor zijn kameraden, tegenover wie die verantwoording verschuldigd is. Maar hij staat in zekere zin alleen tegenover God. Met een besluit, met een keuze die, die hij uh, genomen heeft. En waarin hij ook eigenlijk al. Uh, ja, rechtvaardig staat tegenover God. Wat je, van die wat je van de politici niet kunt zeggen. En dus is, de, is, is die zin, um, is die uitspraak, ze zijn voor niets gestorven, wat betreft de militairen in Afghanistan. Die uitspraak klopt niet. Het is koek. Ze zijn niet zinloos gestorven, omdat ze trouw zijn gebleven aan hun gelofte, aan hun eed. En trouw, of het nou van een militair is of van, uh, of, het, uh, of van huwelijkspartners, van echtgenoten, trouw is altijd, zeker als het tot de dood is, is een weerspiegeling, is een reflectie van de eeuwigheid. Met andere woorden, daarin kan God zichzelf herkennen. En ik weet dat dat voor mensen die niet zo gelovig zijn misschien een hele schrale troost is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het, dat het wel de waarheid is. Vergeet niet dat een, uh, dat moet je er nog bij zeggen, dat een militair die past in een, uh, in een structuur, een piramide van bevel en uh, ja, gehoorzaamheid. Wat een militair heel erg kwetsbaar maakt, is dat de piramide een top heeft die in de wolken hangt. Een, die militaire piramide, die top. Ligt buiten het leger. De generaals zijn niet de top van het leger en de admiraals of veldmaarschalken, hoe je ze ook noemt, ik heb daar niet zo'n verstand van. Um, die, die, dat is niet echt de echte top van het leger. De legertop, dat zijn de politici die de soldaten naar het front sturen. En dat is een enorme kwetsbaarheid voor de militair, waar wij als gewone burgers, als vrije burgers, heel goed mee rekening moeten houden. Is dat degene die in het leger uiteindelijk de opdrachten geven, de zending geven, de opdrachten van uh, ja, welke overwinning wil je behalen, dat zijn niet de militairen zelf. Dat zijn de politici. Of het nou een koning is, of een dictator, of, of nogal, nogmaals uh, parlementsleden. En we weten heel goed dat er tussen de parlementsleden een hoop uh, knuffelmutsen zitten. Die. Uh, in nogal onbenullige ideologieën geloven, in ieder geval die, die zelf nooit risico voor hun eigen ideeën zullen nemen. Dat maakt een militair ontzettend kwetsbaar. En juist ook in die kwetsbaarheid kun je erop rekenen dat God een zekere bijstand geeft. Uit de gesprekken die ik heb met militairen heb gevoerd, militairen die zowel psychologische als lichamische, lichamelijke trauma's hebben opgelopen, dan zie je dat de ergste verwonding is niet lichamelijk is en is ook niet uh, psychologisch. De ergste verwonding die een militair kan oplopen, is uh, het gevoel verraden te zijn. Het gevoel in de steek gelaten te zijn. Door de mensen die van buiten het leger, dus van buitenaf, van buiten de hiërarchische structuur. Orders hebben gegeven waarvoor ze later geen verantwoording hebben hoeven afleggen. Dat is het allerergste. Verraden te worden door iemand die wel uh, belangrijk is in de bevelen die jij moet opvolgen, maar die nooit een verantwoording hoeft af te leggen, dat is het ergste. En daar moeten wij ten eerste uh, rekening mee houden en we moeten er ook begrip voor hebben. Met andere woorden, een militair die zijn leven riskeert, doet dat allereerst voor God. Ook al kent hij God niet goed, dat maakt dan maar niet uit. God is erbij. En dat betekent ook dat de militairen die uh, zijn omgekomen, die zijn gesneuveld, die kunnen nooit, überhaupt, per definitie, kunnen die nooit voor niets zijn gestorven. Die zijn gestorven voor een zaak die misschien menselijk gesproken goed is, als het meezit, menselijk gesproken goed is, maar die in ieder geval uh, in Gods ogen het eindpunt raakt. De eindbestemming van de mensheid. Dat noemen we de Godsvoorzienigheid. De dood van, mili van een militair is altijd kostbaar uh, in, de, in het licht van Godsvoorzienigheid. En dat is een, een, een troost die we vandaag. Um, mogen ontvangen, maar het is ook een zekere wijsheid, een licht van wijsheid dat we kunnen werpen op de hele um, geschiedenis van de mensheid. En dat licht van Gods wijsheid kan een troost zijn voor ons vandaag, voor de mensen die vandaag de dag vrienden of geliefden of familieleden in de oorlog hebben verloren, maar het, het kan ook in zekere zin een licht geven. Een lichtgever van Gods wijsheid over de hele geschiedenis. Want alle volkeren van alle tijden hebben te maken gehad met oorlog. Met oorlog waarin het lijkt alsof alles zinloos is. Uh, waar, waarin het lijkt alsof mensen hun um, militaire soldaten, hun leven hebben opgeofferd aan, aan lege hoofden, aan lege ideologieën, aan ambitieuze, uh, of vrede, of vooral ijdele koningen. Maar in Gods voorzienigheid heeft het wel degelijk een betekenis. God kent de ziel. God kent uh, de ziel van mensen die uit vrije wil hun, hun leven riskeren. God kent ook de ziel van mensen die niet de keuze hadden, die omdat het een plicht was, het werd van ze verwacht, uh, hun leven in de waagschalen hebben gesteld. Gods voorzienigheid hebben we absoluut nodig om troost te vinden in tijden van oorlog. Juist als het lijkt alsof de offers allemaal zinloos zijn geweest. Maar dat zijn ze niet. Op wat voor manier dan ook. Als iemand trouw is geweest tot in de dood. dan heeft hij op een hele bijzondere manier, op een hele eigen manier, heeft hij met zijn leven Gods tijdloosheid. Weerspiegelt en daar mogen we altijd respect voor hebben. Sterker nog, daar moeten we respect voor hebben.